Het is een vrij introspectief album. Ja. Was dit bewust? Nee, het was niet bewust. Maar wel, ja, ik volg altijd een beetje mijn gevoel en de mood waarin ik ben. En ik had wel nood aan zo intieme muziek en ja, een beetje tot mezelf komen. En ik wou het ook helemaal, ja, ik kroop echt in die wereld zo. En ik heb mij echt een paar maanden elke dag in mijn klein bureautje zo een beetje opgesloten en geëxperimenteerd met muziek. En ik vond het heel leuk. Normaal doe ik het meer tussendoor en nu was het echt meer een kortere periode. Zo. Weet je waarom dat was? Nee, je hebt natuurlijk vrij onlangs een kind ter wereld gebracht. Ja, dus heeft dat was daarvoor. Oh, dat ja, was ervoor. Dus, ja, gelukkig, want als je kindje hebt, dan is het moeilijk om tijd te vinden om je af te zonderen. Dat is bijna niet mogelijk. Maar ja, ik denk dat het komt doordat ik een soundtrack gemaakt had voor een film, een Belgische film, Café Derby. Trouwens met een heel bekende actrice uit Nederland, Monique. Monique, oh, ik ben haar achternaam. Nee. Monique, oh, een heel goede actrice. Oh, ik zou het moeten opzoeken. Oh, zo erg. Monique, sorry Monique. Het heet Café Derby, het is een heel mooie film en hij is hier in Nederland ook uitgekomen. Dus ja, voor die film was het nodig dat ik heel intieme muziek maakte. Dat was de opdracht. En ik denk dat ik daardoor een nieuwe dimensie ontdekt heb in muziek. Iets rustiger, iets meer donker ook en zachter, ja. Donker, waarom? Goh, niet van depressief of zo, maar iets meer melancholisch misschien. Ja. Waarom? Ja. Gewoon omdat die sfeer mij aanspreekt. Dus zeker niet dat ik mezelf... Ja, natuurlijk, je bent niet alle dagen happy, hè. Dus ik heb dat wel ik heb dat goed gebruikt. Zo. De momenten dat ik me iets minder voelde, heb ik wel goed gebruikt om nummers mee te maken. Is dat iets moeilijks om te doen? Om die hele persoonlijke dingen op papier te zetten en dan... Goh, nee, eigenlijk niet. Nee? Maar ik verbeter wel daarna soms als het te letterlijk is of te duidelijk. Vind ik er niet zoveel aan. Ik probeer toch wel altijd iets poëtisch te verwoorden. Of... Ik ben zeker geen poëtische schrijver, want ik ben er niet zo goed in. Maar ik probeer toch wel om het niet te obvious, hè? Niet te duidelijk. Dat toch nog een beetje... Ja... Een beetje verbloemd is of een beetje mooier gezegd is, ja. Wat je zegt is wel interessant, want je hebt aan een film gewerkt, muziek voor een film. En dan ben je geïnspireerd door dromen en je noemde net ook allemaal beelden van de natuur. Is muziek iets beeldends voor jou? Soms wel, ja. Ik zie daar wel beelden bij. Als ik het nummer Dark nu zeg, dan zie ik daar een beeld voor mij. Dat is heel raar. Dan zie ik een kleur, dan zie ik... Of, ik heb ook een nummer Pink Sunset. Ja, dat is nu heel duidelijk. Ja, dat is heel duidelijk. Maar dat is ook een beeld dat ik ook al heel lang in mijn hoofd had. Okay. Zo, iets dat mij echt aanspreekt, dat mij een gevoel geeft van vrijheid. Ja, eigenlijk zie ik wel vaak beelden bij muziek. Je noemt bij Pink Sunset. Waar kwam dit beeld voor het eerst? Dat zit al heel mijn leven in mijn hoofd. Dat is zo een gevoel dat iedereen wel kent, denk ik, als je... aan het rijden bent en je ziet zo de zon in de verte en die wordt roze en heel de lucht wordt roze. Dat geeft mij een bepaald melancholisch, maar ook een zeer goed gevoel. En ook een gevoel dat ik wil reizen, een gevoel dat ik wil weggaan, dat ik wil, ja, een gevoel van vrijheid of zo. En dat komt ook heel veel terug in films, vind ik. Bijvoorbeeld, Thelma en Louise of zoiets. Of dat is nu cliché, maar of Paris, Texas, dat zijn zo twee films dat ik dan aan denk. Ja, ik zie mezelf zo dan rijden en ja, ik weet het niet. Dus, en ook als dat in het echte leven gebeurt, dan voel ik mij ook altijd... Dat werkt op mijn gemoed, dus dat is iets dat wel samengaat voor mij. Zo, ja. En die... ten eerste, heb je ooit zelf zo'n soort trip gemaakt? Ja. Een paar jaar geleden door Amerika. Ja, de West Coast. En dat was, dat is gewoon zalig. Mijn auto en dan... Het was wel samen met mijn vriend, het was met twee, maar oké. Dus het is fantastisch, door die national parks en allemaal die mooie natuur, die wijdse, die oneindigheid. We hebben dat niet echt in België of in Nederland. Zelfs ook niet. Iets meer misschien wel dan in België. Maar daar is dat ongelooflijk en vind ik wel leuk.
Ja, want nou, ik weet niet hoe lang geleden dat was, maar is dat inspirerend voor het werk wat je daarna gaat doen? Heeft dat invloed op wat je ja, daarna doet? Ja, zeker. Dat is niet dat je dan denkt, oké, hier ga ik een nummer over schrijven, maar je hebt dat in u. Je hebt dat in uzelf, in uw, al die indrukken die je opdoet, dat blijft wel in je hoofd. En dat komt vroeg of laat wel eens naar boven, denk ik. Zoals de serie Twin Peaks, dat is ook wel iets dat mij wel beïnvloedt. Okay. Ja. Mijn bloed heeft ook voor deze platen. Heel onbewust, hè. Zeer, niet letterlijk, maar wel onbewust, ja. Zijn er dingen waar je dan later, zoals nu zitten we in de periode, de plaat is af en je bent een beetje aan het wachten. En is dit het moment dat je een beetje achterkomt van, oh, maar dit ging eigenlijk daarover? En... Nee, meestal weet ik wel op het moment waar het over gaat, ja. Nee, dat heb ik niet. Het is echt wel, als ik het schrijf, weet ik echt wel wat ik bedoel en waarover het gaat, ja. In die zin dan, als je ze, nou, ik weet niet hoeveel je ze al live hebt gespeeld, maar brengt dat je terug naar dat moment? Nee, dat kan nooit. En dat vind ik zo leuk aan schrijven, dat is echt een uniek moment. En nee, want als je live speelt, dan speelt voor een publiek en je speelt met de muzikanten en zij hebben ook hun inbreng en iedereen heeft op dat moment ook andere... Ja, het ene concert is ook altijd anders dan het andere. Dus het hangt zoveel van af van hoe dat iedereen zich voelt, wat de vibe is, hoe het licht is op het podium, wie er zit. Hoe je technisch bent die dag, hoe je voelt technisch. Van oké, het gaat lekker, hè, of het gaat maar stroef. Nee, dan ben ik eigenlijk meer in dat moment. Okay. Niet in het moment van het schrijven. Maar ik weet wel nog... Ik kan dat wel terugroepen. Als je mij dat nu vraagt, dan herinner ik mij dat wel nog goed bij elk nummer, ja. Welk nummer, dit is misschien een gemene vraag, maar welk nummer is voor jou het meest speciaal? Dark, toch, en Slowly ook, ja. Laten we over Slowly, we hebben over Dark gehad. Ja. Waar is Slowly begonnen? Slowly is helemaal op het einde geschreven en dat was als ik al zwanger was, ja. En dan vroeg ik mij af... hoe het zou zijn om zo in die buik te zijn als foetus. Ik was zo aan het denken aan die baby van, dat is daar toch maar raar en donker. En ja, dat is heel donker. Die horen wel van alles, maar dat is allemaal zo gedempt. Ja, en ik vind dat ook een beetje een rare wereld zo. Want ik had naar een video gekeken van hoe het in de baarmoeder zou zijn. Ik vond het eigenlijk maar griezelig. maar natuurlijk gaat het liedje niet... Het gaat niet helemaal daarover. Het gaat ook over... Het gaat over hoe het zou zijn daar voor hem, maar ook de verwachtingen en zo van oké, het zal mij wel veranderen en ja, dat is ook wel zo. Het is nu nog, ik geloof dat je kind geboren is. Vier maanden is het nog maar, ja. Vier maanden geleden. Met hoe dat zou gaan en natuurlijk ook met de muziek erbij. Ja, tuurlijk. Maar het maakt alles intenser, vind ik. Ik vind elk moment... ik vind het fantastisch. Het maakt mij ongelooflijk gelukkig. En het is een zoontje, dus hij is zo lief. En, ja, maar tegelijk doet mij ook heel veel deugd om dan te gaan optreden. Mm. Als hij niet bij mij is... Dat is oké, als ik weet dat hij veilig is. en dat geeft mij ook echt extra plezier. Zo. Het is een echt extra geluk in mijn leven. Echt heel belangrijk voor mij nu. Maar ik voel wel van, het gaat goed samen. Het is niet dat ik nu geen inspiratie meer heb of dat ik nu geen zin heb om op te treden. Helemaal niet. Ik heb zelfs nog meer zin om muziek te maken en zo. Ja, het is heel positief, ja. Dat vind ik een mooie noot om op te eindigen. Dank je wel voor je tijd. Graag gedaan.